kijk naar Gloed Nieuw Vlog. Het is vandaag zaterdag 17 oktober. 17 oktober. Een week voor Ines' verjaardag. Dan wordt ze 18 jaar. Dan ben ik heel erg blij. Dat is Ines. Je weet al met wie ik ben. Ik ben met Ines. Nee, alweer als je me op gaat filmen. Ik ben met Ines en we zitten in de trein. We gaan vandaag naar de opening van de Forever 21 in Rotterdam. Tien over half zeven. Het is 7:10. We zijn nu onderweg. We rijden zeg maar nu hier. Hallo, daar ben ik. En er komen ook twee YouTubers die komen het openen. Tara en Larissa. En ik ben een heel erg misselijk. Dus ik ga zo even wat eten. Ja, ik heb nog niks gegeten. Ik heb je toch de hele ochtend gezien. Dan weet ik toch dat jullie hebben gegeten. Ines die gaat zo meteen een pumpkin spice latte halen. Zo, toen maar Ines wil niet op camera omdat ze er gewoon niet uitziet nu, zegt ze. Ja, klopt. Vertel je waarom? De make-up omdat, zit niet goed. Nee, omdat jij geen spiegel hebt. Ik heb geen spiegel. Ik moest mezelf make-uppen. Ik moest mezelf make-uppen met mijn telefoon. En ik had maar gegokt hoe het al zit. En ik dacht, ik ga niet te veel make-up smeren. Dus nu heb ik bijna geen make-up op. Ik heb liever geen make-up, dat ik heel weinig make-up op heb en dat ik er niet uitzie. Dan dat ik veel make-up op heb en dat ik er nog steeds niet uitzie. Maar dan wat beter, snap je me? Hashtag veel. Make-up veel. We zijn er bijna. We zijn over 3 minuten zijn we bij Rotterdam Centraal. Dan gaan we uitstappen. En dan gaan we even uitstappen en dan gaan we even wat eten halen. Broodje of zo en dan Starbucks. Yes. En dan zijn we daar 7:15, denk ik. Nee, 7:00. Maar of niet? Weet je, als we snel lopen. Een kwartier lopen en moet halen. Okay, ik denk dat er 150 mensen nu staan als wij komen. Dat er 150 ja, mensen staan. Ja, zo staat er niemand. Dat er 80 mensen staan. Ja, dat is waar. Hopelijk. Je zou maar als eerste zijn dat je om 5:00 daar al gaat staan. Dan ben je echt. Dat wordt 2 uurtjes eerder hoor. Maar als ik in Rotterdam zou wonen, zou ik wel een beetje gaan kijken of iemand daar al staat. Ja. Dat is waar, dus we gaan zo weg. We zitten dus nu in de trein zoals ik net zei. Wij zijn die hard voor Forever 21 fan. En ik hoop echt we nu dat ze... We hebben iemand zelfs fan gemaakt gisteren, zeg maar. Okay. We hebben zelfs iemand fan gemaakt. Renoir is ook fan geworden van Forever 21. Door Ines. En ik hoop echt dat er een mannenafdeling is, want in Amsterdam waren we ook bij de opening. Toen kwamen we erachter dat er geen mannenafdeling was. Ik had je vorige keer gekeken, weet je wel. Hoe blij ik was op de Forever 21, dat was zo leuk om te zien. Toch We hebben die 21 euro giftcard! Oh my god, 21 euro! Oké, ik ga ophangen. Tot zo. Hoeveel minuten? 1! Daar gebeurt het. Oh,
from that city chick uit Rotterdam, Linda Lee, general manager Forever 21, Rob Kuipers, commercial director Forever 21, en onze sterbloggers Tara en Larissa Verboon van Kittens Cupcakes. Redden, Jamie, redden! 4, 3, 2, 1. Oké, okay, we hebben hem. Yay! Iris, kijk naar BH's. Dat is een leuk rokje daar, mensen. Die ga ik kopen. Ik heb het bijna wel. Roze rokje, shit man. Ja, ja dat. Oké, een leuk rok. Ja, wat moet ik filmen? Als ik met een foto ga. Die stond echt serieus net hier. Ja. Ja. Waar zijn we nu naartoe? We zijn nu weer onderweg naar huis. Ik ben echt kapot. Het is nu 10:50. En oh, zo moe. Het voelt alsof het 12:00 is. We zijn echt kapot. Het lijkt net of ik al een hele dag erop heb gezeten. Kijk hoe stoer onze foto. Ja, leuk. Lijken we echt ziek. Ziek op. Staat er ook bij. She was a little bit sick. Nou, ja. Ik ben ook aan het twijfelen of ik niet ga werken. Ik wilde nog een foto maken, maar toen stond er ineens een hele rij voor een paar YouTubers of zo, waar ik nog nooit van heb gehoord. Ja. Het heeft trouwens mijn outfit geleid, hè? Echt waar? Deze. Ik heb ook nog een leuke foto, hier. Jamie staat echt raar op, maar ik ga hem gewoon lekker plaatsen. Krijg je ervan? Jezus, deze is gelijk. Leuk hoor, niet eens mijn. Wacht, ik ga het laten zien. Mijn Moenische. Dit is mijn foto. Goede kwaliteit, hè? Oké, hoort je niet. Zoek maar op bij James Instagram. Ben ik vast wel in de foto getagd. Oh jee, je ziet hem. Het was in Venetië, by the way. Jamie, wat heb je allemaal gekocht? Niks. Dat wist ik, daarom vroeg ik het ook. En wat heeft Ines allemaal gekocht? Shop nog. Nee, niet mij filmen. Kijk, ga maar zelf. Ik heb echt geen zin om met mijn gezicht op de kamer te staan. Kijk, zo veel wit. Ik heb het mis allemaal gekocht. Ik ga het gewoon zien. Het. Mijn hart. Niet breekbaar. Als ik hier sta. De foto Nederlands. En de filmer. Van mijn 6,99. Nu bij de prima. En de. Wat is dit dan? Oh, ja hoor. Wat is dit dan? Wat is dit dan? Is het lees? Nee. Is die van Engeland? Ja. Zo'n mooi plaatje van Mila Kunis op, joh. Wat me wel opvalt, dat al die dure merken erin hebben gefit. In dingen geïnvesteerd. Oh, dat vind ik juist leuk. Voor mijn school moet ik juist heel veel beeld hebben. Voor moodboards en zo.
Wist je dat ze in Amerika heel veel van die... Dat was een blaadje daarvan. Mensen die gaan dan iets kopen bij Tiffany & Co. voor haar. Voor zijn minnaar. Mannen gaan dan naar Tiffany & Co. voor minnares. Een kettingje te kopen bij Tiffany & Co. En Tiffany & Co. is best wel duur. En dan geven ze een vrouw geven ze gewoon een sieraad uit de kermis. Dat is het toch? Het staat nergens. Ik zal het wel. Maar de volgende. Dit is niet interessant. Oké, Forever 21. Nou, lekker hoor. Oh, dit is echt lekker stof. Vind je? Er zit volgens mij een skirt om. Ja, voor toen was dat gewoon heel intuïtief. Ik weet niet hoe dit zit, maar goed. Ines is dit. Het lijkt net of je XL hebt genomen. Nee, dan moet je dat dit. Dit is een S. Dit is een S. Nee, dat was geen S. Ja, andersom. Het is een maat 28. Ik weet ook niet wat dat betekent. Dit rokje. Het is maar 14. Hè. 16. Toch, maar. Maar, kijk. Deze doe ik er even in. Met een Bershka. Nee, Pull&Bear. Pull&Bear, dat was hem. Heb ik nog een shirtje gekocht. En bij de Pull&Bear. Ik heb dit gekocht. Een sweater. Ik heb het online besteld. Long live chocolate. Ja. Wat is dat? Ik heb het al vier keer maar zo. Ik heb het al vier. Klopt. Dit was het. Dit is echt. Ik heb het meteen daar verder gaan. Gekocht. En dit gaat even houden. Verder gaan we meteen. Dus. Waar gaan we nu heen? Gaan we naar huis? Ja, lekker. En dan ga ik lekker slapen. En dan ga ik lekker iets. Zo, jezus. Ja, ik weet eigenlijk niet wat we gaan doen. Ik doe wel, maar wat we nu maar bijna met de gemeente dingen of top. Bijna dingen doen. Ik ga naar huis toe dan. Ja. Stop. Ja. Het is dat. Oh, wat leuk. Kreeg je dat ook? Mhm. We zijn bij 1 uur. Ik ga mooie foto's laten zien. Ik zijn 4 minuten in de auto. Oh, wauw. Ik irriteer me aan jouw camera om leuk te zijn. Nou, zal ik hem uitzetten? Zeg maar, doei. Ik ben er zo weer thuis en ik heb verder niet meer gevlogd. Het laatste stukje wat jullie hebben gezien is dat ik in de trein zat onderweg naar huis. Ik ben thuis. Ines is ook alweer weg. Die is ook naar huis gegaan. Want we hebben echt heel slecht geslapen vannacht. Het is nu iets van, het zal het zijn, ik denk bijna 1 uur. Over een kwartiertje is het, of nee, over 10 minuutjes is het 1 uur. Ik ga denk ik ook even nog 2 uur slapen. Ik heb mijn joggingbroek ook weer aangetrokken. Ik ga deze bende even opruimen. Dit. En dan ga ik lekker slapen. Dus dan zie ik jullie misschien weer over 2 uurtjes. Of misschien wel wat later. En trouwens, Ines die heeft hier opgeslapen op het luchtbed. En op een gegeven moment om 4 uur 's nachts lag ze op de grond. Omdat hij gewoon helemaal leeg was bijna. Dus op een gegeven moment maakte ze me wakker. Ik zeg, nou Ien, ik opgeschoven, weet je. Ik zeg, Ien, kom maar hier slapen. Toen heeft ze hier gewoon geslapen. Op dit deel. En ik heb hier geslapen. Maar ik vind dat wel fijn om dan bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld iemand ja, bij je slaapt of zo. Vind ik dat wel fijn om in eigen bed te liggen, zeg maar. En ik vind het ook wel fijn als bijvoorbeeld ik weer alleen slaap. Omdat het, ja, is toch wel anders, zeg maar. Omdat je natuurlijk niet altijd gezellig was. Het was heel super gezellig met Ien. Maar ja, is toch heel anders. Dus ik ga heel even slapen en dan zie ik jullie zo weer. Of misschien met een verrot gezicht, haar poef poef en weet ik veel. Dus tot zo.